kopers van onze woningen hoeven niet altijd een eigen auto te hebben en wij kunnen daarin faciliteren. We zien nu met die enorme bouwopgave op het gebied van woningen met gemeentes dat infra en bereikbaarheid een steeds groter thema wordt. Wij kunnen door autodeelconcepten aan te bieden met de gemeente ook onderhandelen over een lagere parkeernorm. Dat betekent dat er ook meer woningen kunnen worden gebouwd omdat je bijvoorbeeld een minder laag parkeren nodig hebt. En als je het hebt over een garageplaats in Amsterdam, dan betaal je toch wel misschien wel 50.000 euro voor. Dus het is goedkoper voor de klant, maar je kan wel gebruik maken van de dienst mobiliteit op het moment dat de klant het wil. Voor ons als projectontwikkelaar zijn de voordelen dat we minder parkeerplaatsen hoeven te maken. En voor de gebruiker is dat hij een aantal auto's de hele dag ter beschikking heeft. En waar die voortdurend worden bijgehouden qua software, qua onderhoud. En die altijd klaarstaan voor gebruik. Dus dat is eigenlijk ideaal voor de mensen die in het complex wonen.